In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praten we wekelijks met een vijftal van uw volksvertegenwoordigers. Vandaag gaan we het hebben over communicatie en vertrouwen in de politiek. Ik zit hier aan tafel met Carlo van Es van PGB, Christel Heus van Pro, Geertje Mink van CDA, Jan Jonkers van AB, Con van Bekhoven van de VVD. Ik ben Esther Liebrechts en ik ga eerst even met u de straat op. Ik vind dat dit een zeer plezierig markt. En het wordt ook goed geregeld door de gemeente. Er wordt altijd netjes afgezet. Dus we hebben nooit geen last van parkeerde auto's. Verder vind ik dat ze eigenlijk te veel doen voor mensen met veel geld. Daar is alles voor in Oosterwijk. Alleen mensen met een normaal inkomen of een beneden modaal vind ik dat ze eigenlijk te weinig hebben hier in Oosterwijk. Denk vooral aan de bewoners en denk niet aan je eigen. En je luister meer naar de bewoners en naar Oosterwijkers. En niet alleen naar wat je zelf leuk vindt en ga niet met de rest mee. Denk ook aan wat mensen allemaal willen, zeg maar dat doen ze al best wel goed. Maar, ja. En willen, dan bedoel je daar? Als er iets kapot is gegaan of zo, dat je daar rekening mee houdt en meteen aan de slag gaat of fietspaden of ja, zulke soort dingen. Chill plekken, en, ja. Welkom. Graag wil ik het met u hebben vandaag over communicatie en het vertrouwen van burgers in de politiek. Bent u het ermee eens dat een goede en transparante communicatie over besluitvorming en uitvoering belangrijk is? Heel erg belangrijk. Vanzelfsprekend inderdaad. Het zou raar zijn als we daar een ander antwoord op zouden geven. Dacht ik ook, maar toch stel ik hem. Wat kan hierin volgens u toch beter als je kijkt naar je eigen partij? En welke bijdrage zou u daar dan zelf aan willen leveren? Het kan aanzienlijk beter, want dat is een van de punten denk ik, waar een inwoner vaak tegenaan gelopen is, ook de afgelopen jaren. Dat hij het idee heeft dat er juist niet goed gecommuniceerd wordt, dat er niet goed geluisterd wordt, dat de burger niet serieus genomen wordt, niet gehoord wordt. Dat zijn de meest gehoorde klachten, denk ik, in het dorp. Oké, dus genoeg stof om daar iets mee te doen. Ja. En wat gaat dan de PGB voor acties ondernemen, activiteiten om dat te verbeteren? Ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat de gemeente ervoor zorgt dat als iemand gewoon een vraag stelt, dat hij altijd weet, gewoon de basis van wie behandelt mijn vraag en wanneer mag ik een antwoord verwachten. En dat als er dan ook een vraag is gesteld, dat hij altijd terugkoppeling krijgt op hetgeen wat hij heeft ingebracht. Nu als het de VVD resultaat gaat er nog wat verder in. Wij willen dat binnen 48 uur Dat de schrijver of de beller, de klant, zal ik maar even zeggen, de inwoner, binnen 48 uur weet met welke ambtenaar hij te maken heeft. En hij moet binnen 24 tot 48 uur, maar in ieder geval vrij snel, moet hij een reply krijgen. Dus de ontvangst van een brief of een bevestiging van dat de klacht of wat dan ook ontvangen is. Ja. Ja, maar hetzelfde geldt voor Pro natuurlijk. Wij hebben regelmatig contact met inwoners en krijgen inderdaad klachten over het feit dat mensen eigenlijk niet weten waar hun vraag ligt of ze al ergens ligt en geen antwoord hebben gehad. En daar is al meerdere keren ook in de raad en in de commissie over gesproken om te kijken hoe dat anders kan. En er zijn hele eenvoudige systemen en daar heb je niet eens 2 uur voor nodig, maar je stuurt wat en je krijgt meteen een bevestiging dat die ontvangen is. En dan heb je inderdaad bepaalde termijnen die je moet afspreken. En de ene keer zal het wat sneller gaan dan de andere keer, maar meteen een bevestiging dat iets binnen is. Daar heb je geen mensen voor nodig, daar heb je gewoon een fatsoenlijk systeem voor nodig. Ik hoor hele mooie resultaten die behaald willen worden, maar waar liggen de oorzaken? Want volgens mij kun je pas ergens aan gaan werken als je weet waar je Ik denk dat de oorzaken liggen op de interne communicatie. De burger is van goede wil, die belt op en dan wordt de boodschap vastgelegd. En dan komt er ten eerste geen antwoord op bevestiging van een schriftelijke vraag. En dan bellen we 3 weken later terug. En dan weten we niet wie er met dat dossier of met jouw vraag bezig is. En dan weet de telefonist, die is goed van zin, die wil alles netjes doen. Alleen ze weet ze intern niet wie ze daarop aan moet spreken en wie het antwoord in die 2 weken had moeten geven. Daar gebeurt al heel veel op het gemeentehuis om dat beter te doen. We zijn bezig met hem dat allemaal af te stemmen binnen de gemeente, dat die telefonist alles weet. En dat hij met het dossier ook op het scherm kan hebben, dat ik jou kan vertellen van de status is zo en jij krijgt dan en dan en dan antwoord. Zover is het nog niet, maar zover moet het wel komen. Oké, maar dan moet een stuk gebeuren. Maar het heeft te maken met prioriteit, focus en aanpakken. En natuurlijk heeft het ook te maken met een stuk cultuur en dat duurt langer. Maar er zijn ook een aantal randvoorwaarden waar je wel veel sneller stappen in kunt zetten. En Pro vindt ook. Welke dan? Nou,
je kunt een aantal dingen heel eenvoudig automatiseren. En als je goed kijkt naar je processen, want je moet natuurlijk eerst weten hoe je processen lopen, dan pas kun je automatiseren. Als je daar heel goed naar kijkt naar je processen, dan kun je veel sneller stappen maken. Waar komt iets binnen en hoe weet het systeem nou waar hij naar door moet routen om te zorgen dat een ambtenaar dat weer oppikt. En dat je inderdaad het centrale database hebt waarin je kunt kijken waar een bepaalde vraag of klacht ligt. En waarom gaat het dan toch zo moeilijk? Want we weten het allemaal wel. Wat nog belangrijker is, is naar de burgers luisteren. Wat denkt de burger, wat kan beter? We moeten echt samen gaan werken. Maar goed, in gesprek, klopt, maar het speelt al lang. Hè? Communicatie is niet alleen bij gemeentes, maar ook in het bedrijfsleven. Het is altijd een ding, dus daar moeten we constant aandacht voor hebben. Je kunt met simpele, wat ik hier al hoor, ingrepen al misschien heel wat stappen zetten. Wat maakt dan dat wij als gemeente, of jullie als partijen, gemeente, daar nog niet wat verder in zijn gekomen? Want het blijft een heel storende factor blijkbaar. Dat klopt. Dat is, het is al jarenlang dat daar de meeste klachten over komen, over die communicatie. Als PGB hebben wij ook nog een half jaar geleden een voorstel ingebracht in de gemeenteraad ook. Juist om die basis op orde te brengen. Zorgen voor, hè, wat we net al zeiden, dat een inwoner weet waar een brief ligt. En wie hem in behandeling heeft, wanneer dat hij een reactie mag verwachten. En dan kregen we de handen gewoon niet voor op elkaar. En dat is zo'n voorbeeld. En dan hoor ik nu aan tafel van alle partijen gaan daarvoor. In de gemeenteraad was een ander geluid te horen. Natuurlijk moet je naar je inwoners luisteren. Dat hebben wij de afgelopen jaren zeker gedaan. Daarom weten we wat we nu vertellen over dat sommige dingen onvoldoende goed gaan. Omdat we naar onze inwoners luisteren. Er is ook een raadswerkgroep Oosterwijk aan Zetten die kijkt hoe kunnen wij nog beter contact krijgen met onze inwoners. Daarom hebben we afgelopen jaren ook een maandelijks raadspreekuur of een inloopspreekuur gehad. Dat was in ieder geval een poging om te zorgen dat we meer in contact kwamen met de inwoners. Er was de wisselende opkomst. En vanuit Pro hebben we ook gekeken hoe kunnen we dat nog beter doen. En wij zitten ook te denken in hoeverre we bijvoorbeeld naar klankbordgroepen kunnen. Waarin je eigenlijk al zegt van we weten het komende kwartaal weten we wat voor onderwerpen er op de agenda komen. En als we nou eens vanuit die onderwerpen gaan kijken wat voor type klankbordgroepen we in het leven kunnen roepen. Inwoners die zich daarop in kunnen schrijven. En dan kun je heel concreet zeggen, joh, dit komt eraan. Hoe denk je, dan kun je echt je input ophalen. En dan kun je kijken van wat betekent dat nu en wat is dan het beste advies om ten aanzien van dat onderwerp, dat probleem. Maar even een andere vraag, hè? Omdat dit al zo lang speelt, hè? Als een toch wel item binnen Oosterwijk. Denk je dat je daar de handen voor op elkaar krijgt? Want mensen ook het idee kunnen hebben, een klankbordgroep, ik kan er wel in gaan zitten, kost me tijd, maar ik word er niet gehoord. Dat is denk ik het grootste probleem. Dat de mensen zich niet serieus genomen voelen. En dat is de afgelopen 4 jaar herhaaldelijk. Je kunt diverse voorbeelden noemen. Het linksafverbod bij de Nicolaas van Esstraat. De Hoofdstraat waar een inrichtingsverkeer werd aangelegd. Over de pannenschuur, de ontsluiting daarvan. Zo zijn er diverse voorbeelden te noemen. Parkeren centrum is ook zo'n voorbeeld waar de inwoners zich niet serieus genomen voelen. En dan krijg je dus daar steeds meer weerstand. En mensen op een gegeven moment die zoiets hebben van, we reageren niet meer. Want er wordt toch niet geluisterd. Ja. Nou, ik zit zelf in de werkgroep, in de raadswerkgroep Oostwijk aan Zet. En als werkgroep hebben wij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van klankbordgroepen. Om te kijken hoe zaken gelopen zijn, processen gelopen zijn. Over het algemeen kan ik wel vertellen dat als erg positief ervaren wordt. Alleen, we vertellen natuurlijk allemaal hele mooie woorden, maar we moeten nu echt wel stappen gaan maken. Nou, ik denk dat het geheel best een stuk beter kwam, zoals de heer Van Nes ook vertelt. Want wanneer raakt die burger geïnteresseerd in de gemeente als er in zijn straat iets gebeurt? Dan krijg je onverwacht bericht dat de straat open gaat. En dan is hij al niet gekend in de zaak. Dus dan moeten we het beter gaan doen. En als een traject eerder, het beleid voor die straat, daar zal hij ook goed in gekend moeten worden. Helemaal aan het begin van het traject, dan moet je mensen mee laten denken, mee laten praten, echt serieus nemen. En dan uiteindelijk wordt er een besluit genomen en dan moet je ook nog eens terugkoppelen. Want we zien natuurlijk een trend, hè, in de hele samenleving, hè, niet alleen in Oosterwijk, maar overal, dat de polarisatie ook alleen maar toeneemt. En daar ontkomen wij als maatschappij natuurlijk hier samenleving ook bijna niet aan. Dus hoe kunnen we daar nou met elkaar op een andere manier mee omgaan? Zodat we hier binnen deze samenleving wat verder afkomen te staan van die polarisatie en veel meer met elkaar het gesprek gaan voeren. We hebben een coalitieakkoord en dan hebben we een meerderheid en de oppositie en de minderheid. En dan zie je ook al vanuit het coalitieakkoord dat er geregeerd wordt, zal ik maar zeggen. En dat de besluiten voor alle inwoners worden genomen.
En dat is misschien een beetje ouderwets. En je zou ook eens kunnen kijken in hoeverre je het coalitieakkoord of een coalitieprogramma in gaat wisselen voor bijvoorbeeld een raadsprogramma. En dat betekent dat je zeg maar vanuit de raad al veel meer inhoudelijke discussie krijgt zonder dat er van tevoren al weken zijn ingeslagen. Worden ingenomen. Precies. Zoals u weet, heeft niemand het patent op de waarheid. We hebben allemaal wel een beetje gelijk. Partijen die publiekelijk over elkaar heen vallen, krijgen niet het vertrouwen van de burgers. De dialoog met elkaar blijven aangaan. Ondanks moeilijke vraagstukken zal de oplossing van problemen dichterbij brengen. Polarisatie niet. Dus, op welke wijze, daar komt mijn vraag. En binnen welke thema's zou u constructief met andere partijen willen samenwerken? Dat is eigenlijk een beetje... Op alle thema's. En ik heb zelf ook de indruk, want alle inwoners in Oosterwijk hebben de laatste jaren van alles in de krant kunnen lezen. Als ik mijn eigen ervaring moet delen, dan zeg ik de laatste half jaar zijn we met elkaar al een stuk beter bezig dan heel die periode daarvoor. En dat gaan we de komende 4 jaar volhouden? Wat ons betreft wel. En volgens mij zitten we wat dat betreft met z'n allen op de goede lijn. En dan hoef je het nog niet altijd met elkaar eens te zijn. Nou, daar moeten we het juist met elkaar over hebben. Uiteindelijk steek je je hand op of steek je je hand niet op. Je bent dus voor of je bent tegen. Maar daar moet je het met elkaar over kunnen hebben. Ik denk dat raadsprogramma... op punten heb je dan al gewoon zeg maar met elkaar afgesproken. Dat is de richting waar we op gaan. En dan kun je ook in de raad ook veel meer de inhoudelijke discussies hebben. We gaan voor de meerderheid, maar we vullen de wijsheid van de minderheid toe.